kende je van niet. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Je kan op de achtergrond misschien al horen. De auto staat al niet echt warm te draaien. Maar die staat al aan om te zorgen dat de airco goed zijn best gaat doen. Want het is vandaag warm, heel erg warm. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe we het gaan volhouden met het vest en met alle kleding die we aan hebben. Vraag die ik heel vaak hoor, hoe doe je dat in de hitte? Veel water drinken, veel gebruik maken van de airco en veel in de schaduw. En hopen dat je niet al te veel in de zon hoeft te staan. Dat is het. En als het echt moet, kunnen we even zo'n polootje eruit doen. Het ziet er wat minder uit, maar voor de warme stuwing kan dat wel handig zijn. Maar goed, fijn, gaat dat. Wat ook wel goed is om te zeggen, dit is mijn eerste dag na de vakantie. Ik ben bijna 5 weken op vakantie geweest en het moet wel even... Ik moest in het begin afkicken, nou, het was vakantie. Nu moet ik wel erg wennen. Het eerste dagje moet ik een beetje acclimatiseren, was het woord. Maar dat moet ik weer doen. Hoe ging dat ook alweer? Nou, we zullen even kort inloggen. Maar wat we ook heel leuk gaan doen, denk ik, vind ik wel heel leuk. We gaan vandaag meedraaien bij de Kleedjes in Eindhoven. En dat heeft te maken eigenlijk met een programma die jullie misschien al op tv hebben gezien. Ze hebben seizoen 1 opgenomen in Amsterdam, de Rode Burgwallen. En ze zijn hier in het district of in het team bezig met het opnemen van seizoen 2. En dat heet, als ik het goed onthouden heb, Bureau 040. Ik dacht er wel, maar anders gaan we straks weer even navragen. Aan de collega's uiteraard die hier meelopen. Ik zie hier achter wel de duimpjes, dat moet een goed teken zijn. En vandaag gaat Ewout ook even een dagje mee of een paar uurtjes mee. En het is misschien ook wel leuk, want we gaan deze vlog een beetje als start van het tweede seizoen doen. En als jullie straks, dan pak ik even mijn telefoon erbij. Dan maak ik als Ewout ook eens even een foto. Die gaan we straks even de story doen. Als jullie dan je vragen erop achterlaten, pakken wij de 5 leukste. Nou, niet de leukste. Je mag ook een beetje kritische vragen doen, maar pak even 5 vragen. Kunnen niet alles doen, want dan wordt het natuurlijk misschien een vlog van 2 uur. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar pak een aantal vragen eruit. Misschien 6 als ze heel leuk en interessant zijn. Stel dan Ewout of van de collega's die hier meelopen. En dan behandelen we die in. En voor de rest hoop ik. Ben ik benieuwd wat het gaat worden met het mooie weer. Soms is het heel rustig met mooi weer, want dan ligt iedereen voor pampers op de bank thuis of in de tuin of op het terras. Maar soms de hitte, ja, is het ook meer irritaties. Maar goed, we gaan het van allerlei zien en meemaken. Zoals ik al zei, de auto moet warm draaien. Ja, de motor over de airco. Dus ik ga beginnen. Let's go. We zitten inmiddels in de auto en je kunt zien, ik ben eigenlijk niet meer alleen, want we beginnen eerst even met de bestuurder. Wie ben je, wat doe je, wat gaan we doen vandaag? Laten we daarmee beginnen. Mijn naam is Maurizio, ik ben wijkagent in Eindhoven en ik ga jullie vandaag meenemen met het politiewerk in Eindhoven, samen met Jan-Willem. Okay. En een speciale gast achterin. Hallo, hi. Hoe is het ermee? Ja, lekker hoor. Ik zit wel lekker vertrouwd op de achterbank. Vertrouwd op de achterbank? Ja. Zit je er vaker dan? Ja, heel vaak. Heel vaak? Ja. Ja. We hebben straks een aantal vragen voor je. Wacht even tot iedereen ze heeft gesteld op social media. Wil je misschien al wat vertellen hoe je afgelopen weken het ervaren hebt, de dienst die je meegedraaid hebt, of over het programma? Of ik heb dus eerst bureau Burgwallen gemaakt, dus ik heb weken, maandenlang in Amsterdam meegelopen. En nu eigenlijk al vanaf maart loop ik hier in Eindhoven mee, bij bureau 040. En ik moet zeggen, er gebeurt hier wel heel veel. Ja. Het is druk. Is druk, hè? Ja, dus ik hoop dat het vandaag ook een beetje druk wordt, dat we jou een beetje kunnen laten zien hoe druk en spannend het kan zijn in 040. Nou, ben benieuwd. Nou, je hoort het, we gaan er een mooie dag van maken en we komen straks nog wat vragen en andere verdiepingsdingetjes. Maar we gaan nu eens genieten van het weer en wachten tot wat gebeurt natuurlijk. We gaan in ieder geval met prio 1, dus met toeters en bellen, gaan we naar het water. Er zou een persoon in het water liggen die niet reageert. Dus we gaan kijken wat we eraan treffen. Zon en breugel. We gaan onderweg. Melden staat vissen bij. Ekkerskaart, wel de vingvissen kwam man met de melk toegelopen. Wat ze zien, zegt een bol, nee, bier heeft zitten drinken, water in sporen en daarna niet uit te komen. De staalbarrière. De man is melk. Heeft iemand al contact met die melden? Hadden jullie gebeld? Hadden hun gebeld?
20.01 over. We hebben geen boot hier zeker. 20.01. Ambulance. Zijn het jullie spullen? Is dat van jullie? Duikers van de brandweer komen vanuit een bos en van de aard van de melding. Dit, en ook de hulie vanuit de ambulance die is aangestuurd. Dit is hun dan. Twitter info. Ja, oké. Okay. Oké, okay, we zijn nu ter plaatse van de locatie. Het is allemaal een beetje warrig. Zoals het nu is er een melder. Die heeft gezien hoe een meneer aan de kant zat. Een paar biertjes had gedronken, het water is ingelopen. Onder is gedoken en nu nergens meer te bekennen is. Dus ja, het is toch wel ernstig. Ze vreest toch wel voor zijn leven. Dus politie, ambulance, brandweer, duikers, alles is ter plaatse. Wat omstanders ook met bootjes nu aan het zoeken zijn. Maar we hebben nu nog wat moeite met de exacte locaties te vinden. Tenminste, ik zie aan de overkant van mensen aan het rennen. Waar de kleding van die meneer nog ligt. Dus dat wordt dan ook de start van het zoekpunt. Hij moet maar hier zo, die kant op. Ja, zeker. Je bent ook met een meldkamer. Wij zijn hier naar aanleiding van een melding dat een visser een persoon het water in zag gaan. Mm-hmm. En die heeft hem eigenlijk niet naar boven water gezien. Dus we vermoeden dat hij ergens misschien onwel is geworden of gedoken is. Of, ja, dat weten we niet. Er zijn nu duikers van de brandweer die zijn aan het zoeken. Ik vind het een hele moeilijke taak om in zo'n groot water iemand te gaan zoeken. Maar ze doen erg hun best. De traumaheli is net geland. Ik denk dat jullie dat gezien hebben. Mm-hmm. Ja, voor ons is het nu eigenlijk kijken of er mensen komen die wat gezien hebben. Die we kunnen aanspreken. Nee, wij gaan in ieder geval het water niet in van de politie. Dat gaat de brandweer echt doen. Wat is er met je als je in het water ziet? Zie je dan snel? In principe, als je kan zwemmen, dan blijf je boven water. Als er met een persoon is geweest die het water in is gegaan, die niet kan zwemmen, of die heeft gedacht van ik heb niet zoveel zin meer in het leven, zich laat zakken, ja, dan kom je niet meer boven. Nee. Ja, uiteindelijk wel weer een keer, maar in eerste instantie niet. Nee. Maar dan kan het ook zijn dat hij nu helemaal niet gevonden wordt. Nee, ja, je kijkt als je ziet hoe groot het is. Ja, ze zoeken naar een speld in een hooiberg. Ja. Evert, nou ik heb heel veel van je programma's gezien, best wel wat dingen gezien over de wereld. Ondanks het incident nu, maar maakt het nog een beetje indruk op je? Of wordt het toch ook al dat je denkt, ja, ik ken dit allemaal? Nee, het maakt wel indruk hoor. Het is wat een beetje gek ook is, vaak in het buitenland zeg maar, zijn dingen ook daardoor een beetje ver van je bed. Zeg maar. Uh-huh. En ik heb toch altijd wel met de dingen die in Nederland gebeuren. Ja, er is gewoon een meneer die gaat zwemmen. En dat is dan veel meer iets wat je zelf ook zou kunnen doen, waardoor je het ook sneller, ja, wat sneller binnenkomt. Zeg maar. Okay. Dus ik vind dit toch wel heel naar. Want je zit toch aan te denken, zit toch ook iemand thuis te wachten, iemand die niet thuis komt straks. Dus dat, daar denk je dan wel aan. Als je het enige wat je mooi is, wat ik nu kan zeggen, is we hebben een melding gekregen. En als je ziet wat er nu al staat, zeg maar, hè, er ligt al iemand in het water, de traumaheli geland. Er staan heel veel mensen van de ambulance, heel veel mensen van de politie. Zijn direct als hulpverlener gewoon alert. Hoe warm het ook is, wat voor klote dag we ook hebben gehad. We staan hier en het enige wat we willen is dat die man hier boven water komt. Dat vind ik altijd mooi aan ons land. Ja, ja zeker. Myself and I stayed. I'm a pretty boss, we'll call my shit Brian Weiss. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'm a grabbing ass if you want. Er zit inmiddels weer een auto, zoals je kunt zien, dat is logisch in ieder geval. We hadden die melding van die meneer die het water ingegaan is en helaas niet boven water gekomen. Wij zijn in ieder geval nu weggegaan, want er was op een gegeven moment zoveel politie. En als politie kunnen we op een gegeven moment niet heel veel meer doen. Dus de OVD van de politie te plaatsen met een aantal collega's. Meer eigenlijk krijgt de politie een ondersteunende rol natuurlijk in dit geval. Want de brandweer vooral en de ambulance zijn heel druk. En vooral de brandweer. Je zag het ook, die komen met duikteams, met boten allemaal te plaatsen. Dus die gaan nu goed zoeken. Samen met de ambulance uiteindelijk voor de verzorging als we meneer nog aantreffen. Dus wij zijn nu weg. Het incident daar gaat nog door.
Het voelt een beetje machteloos dan, hè? Weet je, sta je daar maar en dan denk je, ja, we mogen het water niet in, we kunnen niks zien. De mensen die wat gezien hebben, die zijn al in verhaalsel aangehoord. Ja, wat kun je nog meer doen? Dan kan je wel met z'n twintigen gaan staan. Ja, misschien gebeurt er verderop nog iets waar we verschil kunnen maken. Ja, want ik denk even voor de kijker goed te melden, hè. Iedereen wordt aangestuurd, hè. Politie, brandweer en ambulance, en dan is zo snel mogelijk te plaatsen. Liever te veel mensen daar, dan kunnen we ernaar kijken van wat er echt nog nodig is om te plaatsen te blijven. En de taak was net al een beetje met de politie. We beginnen natuurlijk ook heel snel die melden te spreken, uit te horen om wie gaat het, signalementen, is het naam, nou, want dat soort dingen. Zodat daar misschien onderzoek naar gedaan kunnen worden, maar dat is allemaal gedaan. Als zo'n meneer nou nog wel gevonden wordt, want die ligt al best wel lang onder water, kunnen ze dan nog iets voor hem doen? Ja, ik ben geen medicus. Ik denk zelf, als je heel lang onder water ligt, dan is het gewoon klaar, denk ik. Ja. Maar nogmaals, ik ben geen arts, geen dokter. Misschien dat ze zeggen, ik kan 3-4 minuten onder water liggen. We waren er super snel natuurlijk. Ja, hè. Kijk, iedere minuut telt, maar hoe langer het duurt. Ja. Ja. Ik denk dat het nu al ongeveer een half uur geleden is. Ja, ik denk dat niemand het volhoudt een half uur onder water. Daar hoef je geen medicus voor te zijn. En wat moet je eigenlijk zelf doen als je daar nou gewoon zelf ook lag te zonnen en zo? Moet je dan het water ingaan of moet je er uit? Je bedoelt als melders, getuigen. Ja. Het belangrijkste is in ieder geval de hulpdiensten kennis stellen, 1-2 te bellen. Kijk, als je met z'n tweeën bent, zou je ook nog zeggen, nou, iemand kan het water ingaan. Maar dan moet je wel, er zitten heel veel risico's aan. Want is het iemand in nood of die verdrinkt, dan raakt hij paniek en dan kan hij je meesleuren. Dus je moet wel heel goed opletten, is het handig om achteraan te doen. Want je bijvoorbeeld wel kan, je zou op afstandje mee kunnen zwemmen, zodat je de locatie kunt aanduiden. Yeah. Maar eigen veiligheid gaat gewoon voorop. Dus het belangrijkste is, stel 1-2 in kennis. Als je echt met genoeg mensen bent, stuur je iemand naar de weg van joh, die gelijk voor de politie en hulpdiensten de goede locatie kan aanpinten. Probeer je dan met een derde persoon misschien wel een stukje mee te zwemmen om te kijken naar waar zit hij ongeveer, contact te maken. Nou, als je het idee hebt van ik kan het aan. Maar nogmaals, ik vind het lastig om in te schatten. Ja. Je bent een goede gespierde man, kan je heel goed trainen, zoals dan is nog risico. Maar dat voel je denk ik zelf ook wel het beste aan. We zijn als politie genomineerd voor de Gouden Televisering met 3 programma's en 2 categorieën. Waaronder mijn politievlogs, die ik elke zondag maak en die velen van jullie waarschijnlijk kijken. Hebben we jouw stem? Ja, we zijn 20-01 en wij zakken ook even tussen af op de achtergrond. We zitten inmiddels weer eventjes in de auto. We hadden nog een melding van eigenlijk het is niet echt een buurruzie, maar een conflict tussen twee bekenden in ieder geval van de politie. We hebben even bemiddeld, dat we opgelost. Zitten we in de auto, dus dat was die melding. En ondertussen heb ik een aantal van jullie vragen binnen, eigenlijk heel veel. Dus waarschijnlijk kunnen we er maar een paar doen. Heeft je shirt nou lange mouwen aan? Dat valt me nu trouwens ook op. Ja. Is dat wat te doen met het weer? Ja. Of? Het is warm. Ja. En ik heb er vanmorgen niet echt op gelet. Ik zie hem ook in deze wijk, maar het valt me nu pas op eigenlijk. Meestal doe ik ze altijd een beetje zo omhoog. Ja. En dan, ja, het is sowieso warm vandaag. En met een vest aan, met je broek aan, met je schoenen. Ja, het blijft warm. Staat wel netter. Oké, duidelijk. En waar ik vaak aan denk ook, ja, we komen soms in echt hele vieze, gore, smerige dingen. Ik ga even kijken of hij dit niet zonder de helm rijdt die daar rijdt. Wat is dit dan? Het is gewoon een motor, hè? Goedendag. Zie maar van de kant zetten alsjeblieft, het fietspad. Wil je ons even follow? Je hebt de followers. We speak English or? Where's your helm? Is it? You drive without a helm. In Ville. Okay, so we try with Google Translate. Yeah. I think this was not verplicht. Oh, I thought it was not verplicht in the stad. Yeah. So take him. What? Take him. No, you stop him. Okay. Huh? Okay. Oké, okay, thank you. Bye. En we zitten inmiddels weer in de auto. Zo gaat het, hè? Je bent natuurlijk bezig met wat op te nemen. Ondertussen gaat het politiewerk gewoon door. Dynamisch. Ik zat even in verhaal. Maar motorrijden zonder helm, motorscooter. En het was wel met handen en voeten. Google Translate kwam aardig weg. Die meneer dacht, en ik weet niet of het echt zo is in Frankrijk, voor de Franse kijkers of de Belgische kijkers, hoe is dat bij jullie in het land geregeld? Deze meneer zegt namelijk, als je op de snelweg rijdt en buiten de steden moet je een helm op, maar in de steden hoeft het niet. Volgens mij klinkt dat helemaal niet logisch, maar misschien is je zeggen, joh, in Frankrijk en van België is dat wel zo. In ieder geval bekeuring uitgeschreven.
En die krijgt hij omdat hij ook in Europa woont. De meeste ongelukken gebeuren toch gewoon in het centrum. Ja, maar dan misschien is de reden dat de snelheid al lager is. Ja. Nee, ik weet het niet. Nou ja, ik had dat wel leuk gevonden misschien hoor, achteraf. Ik vond eigenlijk vroeger toen ik jong was, wilde ik of bij de televisie werken of ik wilde toch wel denk ik een beetje bij de politie. Ik vond het wel leuk. Dus nu is dat op een gegeven moment best wel goed samengekomen. Ja. Je hebt het wel gecombineerd. Ik heb het gecombineerd. Maar het leuke aan wat ik nu kan doen is dat ik, ik kan een beetje meekijken. Mm-hmm. En ik zit eigenlijk overal met mijn neus bovenop. Op alle leuke momenten zeg maar. Maar ik zou me goed voor kunnen stellen dat ik dat leuk had gevonden. Het heftigste wat ik heb meegemaakt, dat zit ook in een van de uitzendingen, dat was toch wel een schietincident. Uh-huh. En dat was, er was een meneer die met een heel groot mes stond, was de melding. En die meneer was heel erg in de war, maar dat mes was echt zo groot. En die was daardoor en een gevaar voor de omgeving, want hij was allemaal mensen ermee aan het bedreigen in de stad. Yeah. Terwijl het een hele drukke avond was. Maar ook voor zichzelf was hij een gevaar, zeg maar. Want we kwamen daar aan en hij stond op een pleintje hier ergens. En hij stond echt met dat mes voor zijn borst. En ik dacht twee dingen van of hij vliegt straks een van die twee agenten aan, ja. Of hij doet zichzelf iets aan, want hij stond echt met dat mes om zijn keel. En collega's roepen, laat je mes vallen, schreeuwen, honden kwamen erbij en hij liet dat mes maar niet vallen. Dus uiteindelijk hebben ze hem toen door zijn been moeten schieten. Ja. En daar stond ik echt bovenop, echt op een paar meter afstand. Dus ik moet zeggen dat ik dat wel heftig vond om te zien. Maar ook wel omdat heel vaak bij dat soort dingen, je zag het bij dat incident ook, dan zie je op Dumpert bijvoorbeeld, zie je dat filmpje. En dan hoor je die geluiden en hoor je de politie schreeuwen, logisch. Mm. En dan denk je zo, wat gebeurt daar? Schieten die man zomaar door zijn been heen? Dat zijn dan reacties die mensen soms ook eronder zetten. Ja. Maar ja, ik heb daar echt van het moment dat die melding binnenkwam, tot aan dat schieten ben ik erbij geweest. Heb ik het gezien. En dan is vaak een verhaal is dan zo anders dan je het op Dumpert ziet in die paar tellen. Ja. Maar ja, dat was wel iets dat ik dacht, ja, dat is toch wel natuurlijk heftig om te zien als je daar zo dichtbij staat. Want ja, gelukkig was het in zijn been. Maar ja, het is wel heel naar natuurlijk om dat te zien. En was je dan ook echt als eerste auto te plaatsen? Of, We waren echt als eerste. Dus kan ik alleen maar uitleggen omdat ik er zo dichtbij stond. Ja. Je zag ook gewoon hoe hij uit zijn ogen keek, weet je wel. We hebben wel eens vaker dan dat ik erbij was dat er meldingen waren van een man met een mes. Maar dan heel vaak is iemand dronken en dan schrikt hij en dan denk je, ja, die laat dat mes vallen. Dat gebeurt dan ook meestal. Maar hier dacht ik echt, hij doet zichzelf iets aan of hij loopt op iemand af. En dit was eigenlijk de enige manier nog om hem te stoppen. Laat dat mes vallen! Vanaf woensdag 2 september loopt Ewout Genemans mee met de Eindhovense politie. Hun missie is simpel. Gaan we doen? Boeven vangen. Arrestaties. Dat scheelt niet, jongen. Overlast. Blijf maar eventjes hier. Hey, hallo. Wapens. Allebei handen op het hoofd. Op het hoofd. Alles komt voorbij in bureau 040 vanaf woensdag 2 september. Nieuw op 4. Alles rijden! 20 nog 1, ook even koppelen. Witte tas. Met twee andere dames. Zij zijn daarvan in ieder geval de kortste zijn. De andere jongen, kopgrote. De rond gaat op naar boven bij de piazza. Daar naar boven hebben we lopen, want we lopen in de loop. Melden aan de lijn en wie kan ons bijpraten? Wie heeft dat gedaan? Een van die drie meisjes is gedaan tegen. Dus dan doen we gewoon nog. We zijn inmiddels weer aan het bureau en hebben eigenlijk Sjerzel de maaltijd opgeladen. Ik wilde nog beelden maken van het eten, maar het is niet wat gekomen. We gaan een paar dingen doen nu. Eerst hebben we vragen. We hebben net ook een keuring geschreven van iemand die op een motor reed zonder helm. En je vraag is, sta je erachter? Ja, ik sta achter iedere beslissing. En de beslissing probeer ik altijd te maken als ik in de auto zit. Dus ik zie iets wat er gebeurt en ik neem dan de beslissing en doe ik wel of niet.
Ik had een gesprek in. Ga je me waarschuwen of ga je me bekeuren en vooraf proberen te beslissen. Ik sta achter iedere beslissing. Wat ik wel moeilijk vind zijn de bedragen. De bedragen zijn heel hoog. En als je een gezin hebt, je bent allemaal keihard aan het werken en je moet in één keer 400-500 euro betalen, daar denk ik wel over na. Ik probeer daar wel een gesprek over kenbaar te maken. En mensen nemen wel de beslissing zelf om ook vreemd te maken. Je voordeel moet om je toch de telefoon pakken als je aan het rijden bent, toch door rood rijden. Dat zijn de dingen die wij vaak moeten doen. Kun je nog wat anders doen? We gaan iets ruiken, toch? Ja, we gaan iets ruiken. Ja, klinkt misschien heel raar. Ja, vertel me, waarom was dat het idee? Nee, het idee is om Eindhoven te laten zien vandaag. Heel flauw. Het idee vandaag is om Eindhoven te laten zien. En we hebben dat vanmiddag geprobeerd. We hebben wat leuke of interessante meldingen gehad. En vanavond gaan jullie met een andere collega op pad. En dat is Flietza. Ik ben Flietza. Ik ben jeugdagent van Eindhoven. En vandaag gaan jullie met mij op pad. Kijken of er wat leuks in de wijk te zien is en of ik jullie mooie plekjes kan laten zien. Dus ik ben benieuwd. Ja, Flietsen, ze heeft ook een grote rol in bureau nog 40. Ja, dus, ja. En met hoeveel collega's draaien eigenlijk mee in het programma? Vanuit, hoor. Ja, vanuit ons bureau hebben wij 5 personen en vanuit Eindhoven Zuid ook. Dus 10 personen rolleren we mee. Een 10 koppels. Ja. En zijn dat voor het programma dan vast ingedeeld eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk. Ja, in principe wel. Maar ik ben bijvoorbeeld samen met Jens en met Gwen, maar daar leer ik ook mee. Dus een keer met Gwen, een keer met Jens. Oh, dus, maar in principe vaste koppels, maar dat gaat niet altijd. Het is natuurlijk voor de kijker wel handig als je de koppels een beetje herkent, omdat je anders zoveel gezichten ziet. Ja. Maar ja, in het echte politiewerk is het ook niet zo dat je altijd met dezelfde werkt. Dus ja, we willen het ook wel weer laten zien hoe het echt gaat. Dus daarom dat we ook af en toe een beetje afwisselen. We gaan de wijk in, waar het okay. Doen is. We gaan de straat op. Melding, toch? Zeker. Ja. Oh, is geen huurcontrole wel? Nee. Oh, ik zeg automatief staan, dus dat misschien... Ja. Oké, dat ging allemaal eventjes heel snel zoals het eigenlijk altijd gaat. We hadden namelijk even een rustig momentje. Het was wat rustiger sowieso op de poorten van de hele stad. En we waren eigenlijk even net een koffie aan het drinken. Toen kwam er een melding binnen dat er een verdachte was die met een hakbijl ergens stond te zwaaien. En meerdere eenheden aangestuurd, zoals Flietje net ook vertelde, onderweg. Toen kwam de melding toen we daarheen waren dat de verdachte in ieder geval er vandoor was gegaan in een voertuig. Collega's treffen dat voertuig en ontstaat er een achtervolging hier door de stad. En dat was wel heel frustrerend. Hij probeerde steeds voor te komen, maar hij koos net een andere route.
Dus het duurde even voordat we erbij kwamen. Uiteindelijk zijn we hier, ik weet niet eens hoe de straat heet, maar volgens mij net buiten de stad. Heeft hij de auto gedumpt, op slot achtergelaten op één deur na. En is gaan rennen in het maïsveld in die achter, zoals je kunt zien. En nou, collega's erachteraan. En wij hebben dan helaas de taak om dit gebied een beetje te bewaken. Want er zijn hier allemaal auto's onbeheerd en verder geen collega's bij. Het gebied is afgezet en nu is het wachten op de Zulu, de helikopter. En dan gaan we zoeken waarschijnlijk met warmtebeelden en de speurhonden zijn onderweg. Dus dan komt het wachten van politiewerk wel. Maar ik denk dat we deze meneer, of een vrouw, maar volgens mij was het de meneer, wel gaan vinden. Nou, aangezien we toch even moeten wachten op de hele Ewout, wat vind je ervan? Ja, is dit zo een beetje vergelijkt met je ervaring in Amsterdam dan? Dit was wel even een spectaculair moment. En ja, dit is wel iets wat we in Amsterdam echt niet hadden. In Amsterdam was het alles in de binnenstad. Dan had je veel dronken mensen, dronken toeristen, heel ander soort dingen. En ja, je ziet het hier. Ja, je zit in een heel groot buitengebied. Ja, heb je gewoon veel sneller achtervolgingen en dat soort dingen. Dus het is, nou ja, dit is typisch zo'n melding, zeg maar, die je echt een bureau 040 hebt en die een bureau Burgwallen zeg maar niet zo snel zou zien. Nee. Toch, dat is toch zo? Ja, zeker waar. We hebben zelfs bij achtervolgingen zag ik jou al een beetje glunderen. Ja, toch? Ja, dat is toch wel, blijf gaaf, hè? Dat ja, is hier nee, gaaf. Blijf gaaf. Een beetje gekke combi is. Want aan de ene kant is het natuurlijk heftig, omdat de aanleiding is nooit leuk. Dus het is altijd, is er iets gebeurd waardoor iemand weggaat, die zorgt ook voor gevaar. Maar ja, als ik eerlijk ben, het zorgt ook voor een beetje adrenaline. Ja, dat is natuurlijk wel. Ja, het is wel ook spannend, want je weet niet hoe het gaat lopen. En het goede nu wel is dat, nou ja, hij is hier ergens toegerend. Dus ja, ik denk wel een beetje, ik denk wel dat ze hem wel gaan vinden. Als hij in het maïsveld zit, dan pakken ze hem. We zijn inmiddels, ik denk toch wel een half uurtje verder. De hondengeleider, twee zijn ter plaatse. Je kon net al de beelden al zien. Ze zijn aan één kant van het maïs zijn ze begonnen met een zoektocht. Alleen dit veld is groter dan ik mezelf verwacht had. Dus het is rondom wel afgezet. Maar het is echt gigantisch. Dus we zijn, de hondengeleiders zijn in het veld aan het zoeken. In ieder geval twee man met de hond. En de verdachte heeft ze nog niet overgegeven. Ondertussen probeert hij ook een weg te banen, want we hadden dus wat meer moeten verspreiden over het veld. Is de Zulu onderweg. En alle collega's zijn verdeeld overal. Felicia staat hier nog ergens bij de auto's. En de rest van de collega's die hier allemaal staan, die staan rondom het veld. En dan wachten we. Balen jullie nu? Of een balen? Ja. Ja. Ja, enorm.
Uiteindelijk wel. Als je achter een boef aan zit, wil je hem ook hebben. Ja, maar zou die nog in het maïsveld liggen? Of zou die... Wat denk jij aan Willem? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat hij als een streep rechtdoor gerend is als een gek. En naar de zwarte zijde, zeg maar, hè? Ja, naar achterzijde naar het bos. Ja. En weet je, ik heb nu al een paar keer meegemaakt, je hebt misschien ook al zeker verdacht is. Als ze op de vlucht zijn, er zit zoveel adrenaline in. En die willen maar ontkomen. Ja. En die gaan nog harder soms dan je ook wel eens echt denkt. Dan, ja, dus die, ik denk dat hij er helemaal doorheen gesjeest is. Ja. En dan... En ook gezien zijn achtergrond, hè. Als je ziet, als je hoort dat hij echt zo flinke verzet gaat en nergens verschroomt. Met dit erbij zo en die snelheden heeft bereikt, ik hoor 140 op een fietspad. Nou, dan is hij echt niet goed. Hij heeft nooit wel geluk gehad, toch? Dat iedereen heeft geluk gehad eigenlijk. Dat had ook wel anders kunnen gaan. Zo, er hoeft maar iemand over te steken. Ja. En hoe is het nou vaak in jullie weggebied of zo? Achtervolgingen wel. Ja. Echt wel met een scooter of met een auto. Best wel veel, ook vanuit eigen bevindingen. Als je zelf een scooter ziet rijden, wil hem, je denkt, oh, die rijdt misschien zonder rijbewijs en die naait er ineens uit. Zulke dingen. Ja, dat is heel heftig. In Baden was stiekem dat we... Dat vond ik zelf heel vervelend, want ik ken het gebied dus hier echt amper. Ja. Dat ik niks kon doen, want dan maak je meedenken. En nu zat ik echt, ik vond het heel frustrerend voor me. Dat is echt irritant. Ja, dat is wel, En ik vond het dan wel weer fijn dat ik het gebied dan wel ken. Daar was ik blij om, toch even? Ja. Want ik zat hier helemaal, toch, we gaan links over, zitten er 28 nu. Ja. Of zitten hier weet ik veel. Ja. Maar goed, wat moeten we eigenlijk nu nog doen? Want we hadden één opdracht, toch? De auto in beslag nemen? Ja, auto in beslag nemen en denk even korte pv'tje maken, dat we in die auto gekeken hebben. Als dat een nieuwe auto van nodig is. Vond je het leuk in Eindhoven? Ik heb me weer kostelijk vermaakt. Ja. Goed vermaakt. Ja, dat klinkt een beetje raar, kostelijk vermaakt. Maar ik heb me vermaakt. Ik vond het leuk. Dat is weer interessant. Ja. Hoe wil ik zeggen, al mijn diensten hier zo in het zuiden van Nederland zijn altijd goed bevallen. Ja? Ja. Goed om te horen. Nou ja, we kijken naar bureau 040. Dus iedere keer gebeurt er van alles. Ja, maar kan ik je thee aanbieden? Ja, ik wil nog wel een bakje zwart. En kun je dan stiekem één, want we hebben net in de auto al gehad natuurlijk. En dat schietincident. Nog één tipje van de sluier? Nou ja, iedereen vraagt van... Ewout, zou je zelf niet bij de politie willen gaan? Maar ik moet zeggen, in de eerste aflevering zit een fragmentje dat ik daar een klein beetje van heb mogen proeven. Want op een gegeven moment krijgen we over de porto mee dat er een achtervolging is van een scooter. Ja. Dus nou ja, wij reden net de goede kant op. Die scooter was net gestolen. Heel veel politieauto's achteraan, we stoppen. Die jongen die springt er vanaf en die rent de bosjes in. Maar iedereen ging er achteraan in de bosjes, maar ik stond met de cameraman boven aan die weg. Dus wij renden op een gegeven moment de kant op. En toen kwam die de bosjes uit, maar precies mijn kant op. Dus toen riepen ze Ewout, pak hem. En toen heb ik die scooterdief gepakt. Dus ja, niet echt gepakt, want het was niet zo heldhaftig. Want hij kwam, we gaan het zien met de beelden, begrijp ik een beetje. Dus. Ja. Maar ik heb toen wel een beetje mogen voelen van hoe het is als je zelf echt agent bent. De verdachte springt van zijn scooter en rent de bosjes in. Te voet wordt de achtervolging ingezet. Stop op de auto, dikke zat! Terwijl de verdachte onderaan de dijk achterna gezeten wordt door Stijn en zijn collega's, ren ik boven met de cameraman. En dan rent de verdachte recht mijn kant op. Hij wil pakken, ja, jas! En wat moet ik dan? Alles vrijdag! Ja, verdacht aan jou. Ja. Zo. Ik vond het wel leuk. Ik vond het gezellig dat je mee was sowieso. Ja. Dat je een beetje hebt kunnen proeven van hoe bureau 040 er straks uit komt te zien. Beetje een première hadden we eigenlijk. Ja, dat is wel hartstikke leuk. Ja. Ja, dit is eigenlijk echt de première hoor. Ja. En hebben we dan ook nu echt wel een drukke dag gehad? Nou, druk wil ik niet zeggen, maar we hebben wel een goede afsluiting gehad. Wat ik goed vind wat je vandaag zag, en dat is wel wat ik heel erg vind in Eindhoven, is dat je ziet dat het zo divers is. Ja. Dus als je kijkt naar vandaag, we zijn van een vechtpartij naar een meneer die in het water lag, tot aan een achtervolging. Ja. En dat is wat ik wel erg zie hier, dat eigenlijk alle incidenten zijn zo verschillend, omdat het zo'n groot gebied is, van de binnenstad tot recreatie, platteland, alles. Dus ik denk, dat vond ik wel goed aan vandaag, dat je daar wel een goed beeld van gekregen hebt.
Want ik hoorde natuurlijk in de auto, maar dat had helemaal niet op beeld. Ja. Hoeveel afleveringen komen er nu? We gaan 40. 18 afleveringen maken. 18. Dus in het hele najaar te zien op Videoland en op RTL 4. 2 september staat het op RTL 4 en staat de serie ook op Videoland. Ja, om 9:30. Ja. 9:30, ja. Yes. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ja. Wij ook. Hoe vond jij dat nou eigenlijk dat de hele dag zo'n cameraploeg mee is geweest? In het begin heel erg wennen. Ja? Maar dan denk je van oké, ik wil echt heel erg in de gaten houden. Ik moet me goed voordoen en dan moet je natuurlijk ook. Maar aan de andere kant hebben ze ook gezegd van ben gewoon jezelf. Doe lekker je ding. En als er iets niet goed gaat, zeg het even. Ja. Dan kan het opnieuw. Of ja, niet opnieuw, maar dan kan het eruit. Dus en uiteindelijk went het heel snel gelukkig. Dus het is gewoon onderdeel van je duo geworden. Nou, dat mooie eindwoorden wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat me een duimpje achter, als je het niet gedaan hebt, abonneer. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!